Een zeer, zeer, zeer goedemorgen allemaal. Welkom weer op een gloednieuwe vlog. Ik ben mijn schoentjes aan het doen voor gaan te werken. Vandaag de rug, de eerste werkdag. Wel met pijn in mijn been dat ik ga werken. Maar dat houdt mij niet tegen om niet te gaan werken. Dan spank ik maar wat. Zelfs ook nog de vuilzak buiten zetten. Die kan ik nu ook al integraal meenemen. Ik ga ook mijn rugzak meenemen. Mijn vlog is in render mode. Laat ik hem uitkomen. Even kijken hoe lang dat hem nog moet doen. Nog een half uur. Dus daar kan ik al niet meer op wachten. Dus dan ga ik al richting mijn auto. Maar voordat ik naar mijn auto ga, dan ga ik hier toch nog een kratje meenemen. En dan kan ik mijn auto ook nog wel even leeg pleuren. Want ik heb nog een carpooler. Jawel, Sven. Die ook eens in de 1000ste vlog is voorgekomen. Dankjewel om dat te doen. Hallo kijkers, ik heb weer gedaan met werken. En je ziet, de was staat al achter mij. Ja, ik ben de was ook nog wel gaan uithalen bij mijn ouders. Nu ben ik alsap door aan het rijden naar Bea toe. Bea uit te halen, want ze mag blijven slapen bij mijn thuis. Dus het gaat heel leuk worden. Morgen ben ik dan ook weer al jarig. Ik hoor mij nu al ook al provincial te wensen op deze vlog. Maar dat weet ik sowieso al, het is al 7 uur s'avonds wanneer dat deze online komt. Dus, en ik hoop. Echt van recht dat ik nog op tijd thuis ga zijn, want ik moet om 4:15 thuis zijn omwille van dat op het thuis gaat afkomen. En dan, ja, dan moet ik thuis zijn, want er gaat ook wel een gesprek zijn, ik weet niet wat allemaal juist. Ik ben ook moe, dus echt geconcentreerd zal ik niet zijn. Oh, echt waar, wat moet ik nog allemaal nog doen vandaag? Oké, en wat heb ik vandaag gedaan op het werk? Oh, ik ben toch eens zo blij dat ik het. Atje voor de sfeer, voor de sfeer, atje voor de sfeer. Dus, nee, ik heb geen atje voor de sfeer gedaan, omhoog van, ja, dat is morgen toch voor mij een vrije dagje. Yeah. En alles is ook goed gekomen ook met de regeling van Muwel, dat ik eigenlijk moest ik vorige week ook de ganze week hebben gewerkt, behalve die woensdag, want dat was een feestdag. Maar ze hebben mij dan niet bereikt en ze hebben het toch kunnen oplossen. En daar ben ik wel echt heel blij om. Want ze hebben dan de ganse week top voorgeschreven. Dus daar ben ik dan wel ook blij om. Ik ben dan een week extra in quarantaine gebleven. En daar ben ik dan echt ook heel, heel, heel blij om. En ik ga er toch niet ver langs zitten dat ik om 5 uur bij haar moest aankomen. Dus zo heb ik dat getimed. Dan heb ik nog een kwartiertje om tot bij mijn thuis te geraken. En dan, ja. En dan is het gesprek. Dan ga ik vandaag ook een Q&A doen? Ik denk het wel. Maar mijn schatje is er wel dan al bij. Misschien zijn er al wat vragen over, ook voor mijn schat. Dan kan ze dat ook al rechtstreeks beantwoorden. Allee, ik zie jullie allemaal straks terug. Yo! Of nee, ik ga nog even blijven filmen. Leg hem maar op de was.
Oh, mijn bril. Die hangen vast. Ik ga eerst mijn bril zo aanzetten en dan doe ik mijn riem aan. Oh. Ja. Hallo schat, alles goed? Hoi. Ja, goed met jou? Het gaat al beter. Na mijn val, mijn knie is toch goed losgekomen door veel te wandelen. Maar hoe is het gekomen dat je gevallen bent? Dat heb ik niet gevraagd gisteren. Ben je gestruikeld of is je voet omgeslagen? Of? Mijn voet is omgeslagen. Dus mijn voet is omgeslagen. Ik had een padje voor naar mijn voordeur te gaan, ondervoordeur. En daar lag dan nog eens een plas water. Ik was ook nog eens kleddernat. Ik heb mijn pijn gedaan aan mijn knie. Ik heb pijn gedaan aan mijn dingen. Allee, zeg het. Aan je knie, aan je hand. En aan mijn hand, ja. Dat is het. Want je hand heb ik verzorgd. Dat die klopt. Heb ik ontsmet en dan... En ik had dan ook nog gejodeld. Ja, amai. Want dat pikte, man. Maar gelukkig dat je nu geen pijn meer had. Want ik zat in een spraakkanaal met de fans. Ja. En ik zei dat je tegen mij had gezegd dat je veel pijn had. Nee, ik had ook veel pijn. Maar ik weet sowieso dat je moet blijven wandelen voor het terug los te maken. Ah, dat zit dan in één keer vast als je valt? Ja. Dan is je spier wat geblokkeerd. Ah, dat wist ik niet dat het zo was met een val. Zie je het ook zitten als ik s'avonds voor de kijkers ook de Q&A opneem? Ja. Na het gesprek van Open Thuis, want dat weten ze. Dat er een gesprek gaat komen, maar wat juist, dat heb ik niet gezegd. Ja. En heb je zo al gezegd dat ik blijf slapen vandaag bij je, dat mag? Ja. Eerst had je goed vooraan. En ik heb zo kou aan mijn vingers. Voel eens. Ja, de verwarming staat op. Oei, het staat niet helemaal op, maar nu wel. Daarom dat mijn voetjes niet warm werden. Dat stond niet op volledig open. Oh. Wat ik hier ook regelmatig heb, is zo koude lucht dat zo naar mijn been komt. Ja, soms. En voor de podcast wat je vandaag allemaal hebt gedaan. Dat doe ik wel in mijn vlog. Maar, ik heb toch ook een kanaal? Gaat jij terug? Ik heb nu terug een opname gedaan, ja. Ah, oké. Okay. Maar ik weet niet of deze een weekvlog gaat worden of gewoon een vlog. Dus ik had gezegd tegen ze dat ik pas weer ging filmen wanneer ik bij jou was. En nu gaat het niet omdat jij ook naar het filmen bent. Allee, mensen, ik ga jullie laten. Ik ga concentreren op de baan toe, want het is redelijk druk ook op de baan. Er was bijna een accident gebeurd. Hoezo? Die kabinet, want die kabinetje ging in eten en ging naartoe. Ah. En die moest nog ver om afremmen. Daarna dat ik altijd wat afstand neem tussen de auto's. En ook de vrachtwagens. Ja. Want soms vertrouw ik. Dat geef ik eerlijk toe. Maar kijk eens, tot zelfs allemaal. Zo, hier nog even bij de oké aangekomen. Even een karretje ontsmetten. En dan even voor bolognese gaan kopen voor mijn schat. Want mijn schat heeft blijkbaar nog niet gegeten. Dus ik zie jullie allemaal s'avonds terug. Yo. Hallo kijkers, hier ik weer. Ja, die van Op het Thuis is nu door. We gaan nu lekker eten. En kijk eens mensen wie bij mij is. Hallo. Ze blijft slapen vandaag. En dat is met Gordon geregeld. Voilà, ik moet het al niet meer zeggen. Dus met cordium geregeld. Nee. Dat is ook waar. Maar ik ga s'avonds na het eten... Ik wil de Q&A doen. Wat is te drinken? Je staat drinken. Mag ik die? Dan zet ik die op tafel, zodat ik daar glazen ben. Ah, oké. Okay. Alsjeblieft. Zal ik je passendoek al ingeven?
Nee? Oké. Dus zelfs ga ik de Q&A opnemen. En dan stopt de vlog ook voor vandaag, want dan ga ik echt waar genieten van mijn schatje. Ik denk dat die al warm is hoor. Op een half minuutje maar. Schatje, ik heb al een keer bijgedrukt. Ah, oké. Dan moet ik eens voelen. Dat is warm genoeg voor mij. Oké. Moet dat op zoveel staan bij? Nee. Ik wil het doen. Ja, dat gaat nu nog niet. Blijkbaar. Ik moet eerst mijn deurje toe doen. Pak 3 minuten. Oh, ja. Voilà, 3 minuten en dan is mijn eten klaar. Yes! Ik kan echt al eten. Oh, ze kan al eten, ja. En terwijl ging ik nog eens even naar mijn computer kijken, want op mijn ene scherm is nog altijd zo. Echt kijken? Mijn computer dat ik wil iets laten zien en dan verspreekt mijn scherm. Dus mijn scherm was nog eerst zwart. Love is in the air. Als je een kus geeft, moet je het wel te goed doen, hè? Ah, zo kusje op de wang. Wauw. Doe mijn sloefjes aan. Ik moet basketboetjes aan. Basketboetjes aan. Ja, met mijn basketsloefjes aan. Oei. Ja, en mijn kerstverlichting staat ook weer al aan. Je ziet het. En hoe lang moet ik niet nog wachten? Nog een minuut. Oké. Okay. Nou, dat is maar zo. Hupsa, dan laat ik Discord ook al opstarten en Google Chrome. Voilà. Dan kan ik zelfs daar direct in een keer aan werken. Ik zie jullie allemaal bij de Q&A. 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 Hallo kijkers en welkom weer op een nieuwe Q&A hier op Psycho TV. We hebben dus momenteel geen Discord vragen, want de Discord vragen gaat alleen maar rond Karel, dus niks over mij. Dus skip ik dat. Maar per geluk bestaat er ook nog altijd iets als YouTube. Yay! Dus we gaan eerst naar vlog nummer 1080, maar ik heb gehoord dat mijn vlog 1000 offline is gehaald. Nee, mijn 1000ste vlog staat ook nog online. Oké, mijn 1000ste vlog staat ook nog online. Dus oké, 1008, daar zijn in totaal 9 reacties op gekomen. Smeerpik, 24.50, Team 3 heeft gelijk, het vuur wordt veel sneller koud dan warm. Bea doet weer moeilijk. Oei. Dan weer al smeerpik. 3.21. Weer al lastig aan het doen, Bea. Voilà. Oké. Dan Gray. Zelf met jouw nieuwe gsm is het beeld nog altijd spiegelbeeld. Spiegel, ja. Gespiegeld. Dus de fout zit in het editingprogramma. Zal er dan eens naar kijken, heb ik daarop geantwoord? Nee. De kwaliteit is zelfs niet beter. Even slecht als ervoor. Plus nu gaat Dimitri geen echte vlogcamera kopen zoals hij beloofd heeft, omdat hij nu denkt dat hij al een camera heeft gekocht. In de vorm van een 200 euro smartphone. En wat ik zal verder blijven sparen voor een vlogcamera. Bij deze, als jullie er toch over een vlogcamera beginnen. Ik ga eens even kijken hoe duur dat zoiets is. Vlogcamera. Ah, voor 25 euro.
Voor 26 euro is een TC 101 24 megapixel 16 maal zoom focus 1080p HD 3.0 inch TFT screen digital CLR camera which micro lens star print coral. En die kost amper 10 Dat kan toch niet dat die maar 26 euro kost, hè? Zal je ooit kopen? Ja, check PM. Dat is wel echt heel goedkoop. Dat is echt heel raar, want ja, BNT zit dus ook op Discord, mensen. Ik denk niet dat die kwaliteit zo goed gaat zijn. Ik denk het ook niet dat die kwaliteit heel goed gaat zijn. Want voor zo'n vlogcamera, wat betaal je daar eigenlijk al voor? Ik denk 200-300 euro. 200-300 euro, amai. Denk ik, hè. Ik ben even zo aan het kijken. Vlogcamera kopen. Hier, voilà, bol.com. Hoe kan die... Moet die uitzetten? Wat dan? Die staat aangepinkt dat het geluid niet komt. En die moet je dat... Ja, dat moet ik ook klikken dan. Voilà. Zijn micro's... zijn koptelefoon staat wel. Kan die niet praten of wat? Ik heb het al. Ah, oké. Okay. Ik kan niks horen, Dimi. Oké. Okay. Mijn schatje heeft het opgelost. Ik ben nu op bol.com aan het kijken. Voor een vlogcamera 500 euro. En dat is de beste koop. En dan zit ik met een Canon. EOS M100 plus 15-45mm plus 50 GB Irista Cloud opslag zwart. Zou je dat betalen eraan, Dimi? Alsjeblieft. Zou je dat betalen eraan? Ik wil er wel voor betalen, ja. Dus dat het echt, ja. Oké, ik ga eens even kijken daar, ja. We zijn nu even aan het kijken naar de vlogcamera's. En ik ben ook nog altijd aan het filmen, schat. En BRNT. Vlogcamera. Vlogcamera. Enter. Prijs oplopend. Dat zijn geen camera's, hè. Dat is wel een camera. Kijk hier als ik het opzoek op internet. Ja, maar dat is vanuit China. Wish, AliExpress. En met zoiets kan ik niet filmen, want ik mijn eigen niet zie. Dan weet ik niet als ik te hoog of te laag zit te filmen. Ik heb echt ook met een.
En deze? Ja, maar dat is via Wish, hè? Ja, maakt toch niet uit? Ja, maar het probleem is, die komen hier niet aan. Maar dat wordt door de douane tegengehouden. Ofwel moet je het naar Tamara eerst laten sturen en dan van Tamara naar hier toe. Dat gaat wel. Dat is gewoon een omweg. En dan moet je met Tamara dan eerst regelen. Je snapt het niet, hè? Jij wilt, ja, wel, jij wilt het kopen voor mij. Maar het probleem is, ik kan het niet naar hier laten sturen, dat het door de douane wordt tegengehouden. Maar als ik het naar Tamara laat sturen en Tamara stuurt het dan door naar mij toe, dan heb ik het wel. Dan wordt dat niet door de douane tegengehouden. Snap je? Dus rechtstreeks van Wish een vlogcamera kopen komt niet aan. Dus je moet via een omweg om. Wil dat in Nederland zijn weer al die wetten anders van douane. Ik heb toch gelijk, hè, BRMT? BRMT? Ja, die zit er al in. Oké. Okay. Of, Horny Corny? Ik heb toch gelijk, hè? Oké. Okay. We gaan dan door naar de vragen. En dan hebben we hier nog, op vlognummer nog, zitten we nog altijd op 1008. Halfhand, moeten mensen betalen om superfan te zijn? Ik heb daar geen geld voor bij deze. Sorry, het was even omhoog van. Hoe moet ik het zeggen? Ik ga superfan wel inlassen. Het gaat geld kosten. Ik ben aan het denken voor dat toch te doen rond 5 euro jaarlijks. En dat is niet veel, 5 euro. Dan kun je samen met mij gamen, praten, noem maar op allemaal. En dan komt dat wel goed. Dan krijg je ook extra alleen een rol op Discord. Zo moet ik het zeggen, een extra rol op Discord. Dat je dan, en in de superfan chat ga ik dan zeggen van wanneer dat ik ga gamen, noem maar op en allemaal. Dat ga ik dan nog wat beter bijhouden. Maar, omhoog van, ik ben niet zo goed in editen van vlogs. Dat geef ik eerlijk toe. Dus gelijk, dan neem ik het op via OBS. En dan tikken ze in één keer bijvoorbeeld een hakenkruis. Ik kreeg die hakenkruis daar niet eruit geëdit of geblurred of zo, bijvoorbeeld. Dus daarom dat ik er geld ga aanvragen, dat ik dan weet dan, dit zijn dan de echte fans die echt ook omgeven om CycleTV. Die willen ook een kleine investering doen, die willen een kleine moeite doen. Om toch samen mooiere contenten en allemaal te kunnen laten afleveren op CycleTV, waar ook hun centje dan wordt ja, wat bijbedragen. En dan smeerkwik. Twee zaken waar ik feedback op wil geven. De kwaliteit van de vlogs zijn niet beter dan met uw vorige gsm. Normaal gezien moeten die wel pak vooruit zijn gegaan. De beelden. Omhoog van, het heeft ook een betere megapixel en al tegenover mijn andere gsm. Maar met mijn ene gsm kon ik alleen maar nog maar aan de voorkant filmen, niet aan de achterkant. En nu kan ik terug aan de achterkant als aan de voorkant terug filmen. Wacht even. Ik ga het even op pauze zetten, mensen. Dus ik was even bezig over mijn gsm. En dan Bea begint mij echt op mijn zenuwen te werken. En de vlogs negatief te beïnvloeden. Tweede punt 40. Zoals hier. Waarom doet ze zo boos over een simpel stommigheid? Als een knopje en zegt ze dat je aan het zeuren bent. Sorry Dimi, maar ik ga de stukken waar Bea in voorkomt gewoon overslaan in het vervolg.
Dan doet je dat maar, smeerpik. Dat is jouw keuze. Ik weet dat ik gemakkelijk en blij in uw vlog doe. En als jullie voilà. Willen zien, dan is dat zo. Voilà. Ik geef een commentaar als jij mij de hele tijd op mijn voeten geeft. Maar hun horen dat niet altijd, hè. Dat is ook weer waar. En mensen, ik ga ook nog eens even ook over Discord en het hele gedoe ook over het geld. Vraag 5 euro per maand. Per maand. Nee, per jaar. Nee, ik ga even mijn privé met de okay. maand sturen. Ik ga 5 euro per jaar vragen voor met mij dan samen te kunnen gamen of te socializen in de super van chat. Waarom doe ik dat ook? Dat ik dan betere content ook kan afleveren. Dat er dan geen haken kruisen of zo in voorgang komen in mijn video gaming movies. Want dat wil ik echt, echt niet. En dan, ja. Bij deze, dan hopelijk is dan die miserie dan achter de rug. Dat betekent dat ik dan toch mooie content aan jullie kan leveren. Dus waar jij dan ook een hele mooie bijdrage hebt geleverd. Want je moet denken, ik kan niet alleen die King Movie opnemen. Daar heb ik jouw hulp ook voor nodig. Maar niet alleen de hulp van de haters. Want die wil ik echt niet hebben. Omwille van die hakenkruizen, noem maar op, die tekeningen. Echt not done. Bij deze. En daarom dat ik het ook vraag dan van lidgeld. Dat ik dat een klein beetje onder controle kan houden. Dan gaan we door naar vlog. Ah nee, eten halen. Daar zijn 0 reacties op gekomen. Dan op weg eten halen ook 0 reacties. Livestreaming 0 reacties. Livestreaming 0 reacties. En dan vlog nummer 1007. Daar zijn 3 reacties. Bram Biesemans. Lekker aan de brandwijn. En een gloednieuwe vlog. Het leven kan toch schoon zijn. Dat is wel waar. Dan Loey Konings. Goeie belichting. Dankjewel. Timmy Junior. Papa, mag ik er ook één? Ik vraag me toch af wie die Dimi Junior is. Is dat uw zoon, Dimi? Nee, ik heb geen zoon. Voilà, ik heb die kanaal ook even gemeld. Kan toch ook gewoon fijn zijn. Instagram live. Voilà. En dan leuk chatten met jullie. Daar zijn ook 0 reacties op gekomen. Dan 1006. Loey Konings. Regelmatig. Dan smeerpik. Waarom raak je de wandelroutebord aan met je blote handen? Daar blijf ik corona aan plakken en daarna gaat je naar uw moeken en dan is het weer blijten. Ja, sorry, ik had dan dat is ja, onbewust gebeurd, smeerpik, dat ik die paal heb ja, vastgepakt. Ik geef dat eerlijk toe, het was onbewust. Dan livestreaming 003. Daar is wel een reactie op gekomen. Toffe stream van halfhand. Dankjewel. Dan livestream 002. Daar is 0 reacties op gekomen. Dan een kleine livestream 001. Ook geen reacties op gekomen. Livestream tot 22 uur. 2 reacties op gekomen. Waarom krijg ik een time-out? Ik zei dat iemand je belde en dat je opnam. Daarom ging de stream uit. Nee, omhoog van dat jij aan het roepen was. Ik ben wel teleurgesteld in jullie. Sorry Liam, maar als je met caps typt, komt dat over als roepen. Het
Dus let daar ook alsjeblieft op. Als er nog iemand vragen heeft in Discord, moest ze dat altijd stellen hoor. Bij vlog 1005 geen reacties. Vlog 1004 één reactie. E-mails pro viewpot. Dimi, door je zeer luide intro heb ik gehoorschade opgelopen. Ik bezorg je dokterskosten wel via e-mail. Tot morgen. Awal, e-mails pro viewpot. Ik zeg het niet, dat is mijn intro niet. Dat is de intro van Boef. Dimi, heeft hij je een mail gestuurd nu? Die heeft geen mail gestuurd. En dan gaan we op naar FF Live. Daar zijn 0 reacties op gekomen. Hallo. Als er nog een vlog niet op tijd online komt, wat gebeurt er dan? Daar zijn ook 0 reacties op gekomen. Q&A op de oude Vatland locatie. Plus wandeling plus slecht nieuws. Dat is vlog nummer 1003. Louis Konings. Goeie kwaliteit, Timmy. E-mails pro. Viewpot dan toch niet gestopt. Ben je bipolair? Nee. Chillhanen, tweede kijker. Goed bezig, Chillhanen. Ik ga sowieso zeggen, ik heb eens een filmpje gemaakt in een opwelling. Dat ik ga stoppen met Psycho TV en dat ik Psycho TV ook ging ging verkopen. Maar ik ga mijn dingen niet verkopen. Half hands bij deze. Nu nickname. Wat? Ik was dat niet. Dat was niet erg. Oké, okay. Dus yo, Chico. Hallo, e-mails pro viewbot. Dan gaan we over naar vlog nummer 1002. 4 reacties, allemaal van e-mails pro viewbot. Zijn er nu plus 2 ziektes, corona en corona? Huh? Dan opnieuw, Dimi, je bent inderdaad te veel bezig met je kijkuur en het geld. Als dit doorgaat, ben ik ook weg. Sorry. Sorry ervoor. E-mails pro viewpot opnieuw. Heb je zitten vogelen met Bea? Nee. Dan Bea zou wat minder frietjes moeten eten. Ik vind dat zoiets, dat komt kwetsend over. Zodat ik Bea zo wat minder frietjes moeten eten. En dat waren dan de vragen op YouTube. Zijn er nog vragen op Discord? Dimi, wat was dan die laatste? Wat was dan niet mijn laatste watte? Wie deed die laatste reacties? Wacht, waar stond dat hier weer al? Eens even kijken. Die laatste reactie, dat is Bea zo wat minder frietjes moeten eten. Ja, dat hè? Ja, wie heeft dat? E-mails pro viewbot, die hier nu ook in het spraakkanaal zit. Ik ken naar de kamer. Oké. Dus bij deze ga ik ook nu de QQQ. Zijn er nog vragen op Discord? Wat is jouw favoriete boek? Wat is mijn favoriete boek? Dat heb ik niet, want ik lees niet. Ik lees geen boek, ik ben er heel eerlijk in. Dat is geen dag allemaal. Zelfs geen dag allemaal. Als ik bijvoorbeeld nieuws wil weten, dan kijk ik oftewel naar Facebook toe of wel naar www.hetlaatstenieuws.hln.be. Nog vragen? Joe Biden of Trump?
Goed nadenken, hè. Jammer genoeg dat hij niet meer kan verkozen worden. Ik had eigenlijk liever terug gehad Barack Obama. Dat was gewoon een goeie. Maar ja, als je moet kiezen tussen die twee, wil ik Trump laten vallen. En waarom dan? Je weet dat Obama keer dik gefaald is, hè? Wie is er frietjes aan het bakken? Niemand niet. Ik heb een vraag. Ja. Is dat Bea? Nee, dat is die boschefke. Ah. Wat heb je gestudeerd? Wat ik gestudeerd heb is logistiek assistent. En daar heb ik een getuigschrift van. Wat deed je in het middelbaar? Ja, logistiek assistent, dus echt leren. Wat doet je zo als logistiek assistent? Ah, dat is een soort bejaardenverzorging. Dus zo gelijk de oudere mensen, dus bijvoorbeeld naar de ene afdeling naar de andere afdeling brengen, of helpen eten geven, of de krant gaan brengen, noem maar op. Ja, en je LinkedIn profiel, is dat up-to-date? Nee. Nou ja, ik ben een grote fan, hè, dat mag geweten zijn. Ik was je tegengekomen op LinkedIn. En ja, ik moet zeggen, toch een stevige kerel op die foto vergeleken met nu, hè? Zeg dat nu nog een keer, want ik had een PM gekregen. Dat was vies, wie was dat? Dat weet ik niet. Zeg dat nog een keer? Nee. Walter? Ja? Hoe ben je op PsychoTV gekomen? Goh, ik weet niet of het verstandig is om dat hier te zeggen tijdens de Q&A. Maar die kan het eruit editen, hè? Allee, ik kan dat wegdoen, dus... Ja, er is een website die ik wel eens vaker bezocht. Bedankt. Ik heb een vraag. Ja, de laatste vraag dan. Kan je eens uitleggen hoe het zit met de betaalde superfan? Ik heb het al uitgelegd, Jair Boschefke. Maar ik zal het nog een keer voor jou dan eens uitleggen, omdat hij later is in de Discord is gekomen in die spraakkanaal. Nou wel, ik ga dus jaarlijks, dus echt na 12 maanden, dus dat is keer, ik hoor er allemaal bij in een klapblok of in een document of zo, wie er allemaal heeft betaald. Dan schrijf ik de datum op, van bijvoorbeeld die dag van de betaling. En dan typ ik daar nog op, geldig tot en met. Zo lang. En dan gaat uw superfan terug afgenomen worden tot je terug dan weer op 5 euro betaalt. Waarom is dat ook? Omdat ik geen haters meer wil hebben. Die ik bijvoorbeeld ook als een gaming movie opneemt. Bijvoorbeeld als er hakenkruis of zo wordt getikt. Ik ben heel slecht ook in editen van programma's. Van mijn vlog. Wat is de prijs? Voor... 5 euro. 5 euro voor een jaar. Ah, dat is oké, okay, dat valt nog mee. Ja, en 15 euro vond ik. 15 euro. Ja, zeg maar, chair, boschefke. 5 euro per jaar, dus Finitivity. Ja, dus 5 euro per jaar. Hartelijk bedankt, Finitivity. Graag gedaan. En e-mails, bro, viewpot, jij hebt nog misschien een laatste vraag? Nee, het is oké. Oké, dan ga ik nu de vlog ook hier beëindigen. Morgenjarig, wat blieft? Ben je morgenjarig, Dimitri? Ja, ik ben morgenjarig. Oh, kijk eens aan. Feestmarkje. Ja, Dimi, nice. En ik zal dan ook wel om 8 uur of zo. Nee, om 8 uur. 33. 33? Ja. Dat is een magische leeftijd eigenlijk. Ja. Je ziet er eigenlijk jonger uit dan 33, Timmy. Dank u.
voor bij 33, je kunt wijven karen van 18 en van 54, dat maakt allemaal alles niet waar. Uit. Dat is een goede leeftijd. De wereld ligt voor jou open op zo'n moment. Yes, mama. Zeg mensen, ik ga nu hier ook afronden. Dus vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op het belletje te drukken. Dan blijven jullie op de... Ik ga van ook nu van Discord af. Ik zie jullie allemaal morgen terug. Yo. Doei! Oké, ik ben nu van Discord af, dus vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen, vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal en vergeet ook niet op het belletje te drukken, dan blijven jullie op de hoogte wanneer dat er een nieuwe vlog online komt, of in een livestream is, of in een gaming movie. En ze missen me. Nee, ik heb het gewoon een beetje moeilijk. Ah, oké. En ik hou van u, daarom duik ik knuffel. Daar hou ik ook zo van. Hè. Deze liefde heb ik ook nog nooit gehad hoor, dat geef ik eerlijk toe. Maar je was zo luid aan het praten. Hè. Ja, oké. Dat is niet verkeerd bedoeld naar jou toe, maar je gaat weer beide kanten omhoog en je zei tegen op het thuis dat je een half oor normaal vrij laat. Dus ook probeer te doen, schat. Oké. Wilt jij nog iets zeggen tegen de kijkers voordat ik het volledig hier afsluit met mijn vlog? De mensen die zeggen dat ik minder frietjes moet eten, weten niet wat ik op een dag eet. En dat was Emiel's pro viewbot die dat heeft gezegd. Oké, namens hem dan, niet meer zeggen, want dat kwetst mij, want ik eet niet elke dag frietjes of whatever. Ik eet gezond ook. Dus als jij denkt dat ik alleen maar ongezond eet, dan is dat jouw probleem. Dat is ook weer waar. En mensen, ik ga sowieso ook één ding zeggen. Ook naar Emiel's pro viewbot, want dat stond ook eens in de reactie van dat jij cru doet tegen mij of bot doet tegen mij. Dat heeft ook een reden, want dat staat soms niet op camera. Hè, schat? Ja, dat was bijvoorbeeld toen in die video dat wat je zei, ja. Dat ik grof naar jou deed. Ja. Dat was toen dat je ook te veel aan mijn hoofd aan het praten was en ook heel veel dingen zei waarvan ik kwaad kon worden. Mm-hmm. En daarom zei ik dat. En als jij dan denkt dat ik kwaad op Dimitri ben, dat is totaal niet. Ik zie Dimitri heel graag, maar ga mij niet commenteren wat ik moet doen of wat ik niet moet doen. Of dingen zeggen wat mensen kan kwetsen, want dan kun je ook kwaad overkomen en ook kwaad worden. Voilà. En nu ga ik richting de slaapkamer toe. Gaan we rustig naar Enzo Knol en dergelijke dingen kijken. En dan zien we elkaar morgen terug. Dus vergeet niet te abonneren, op belletje te drukken en te liken. Mooi. Meneer is goed aan het slaken, mensen.